Vandaag moet ik 24 uur overleven als farmer in Minecraft. Van wheat tot kippen, tot varkens, tot katten, tot panda's. Laten we kijken hoe snel ik dit allemaal kan regelen. Goed jongens, daar zijn we dan. We zijn in mijn hele kleine schuurtje hier gespand. Er staat succes met farmen. En ik vind het toch wel een beetje spannend, moet ik eerlijk toegeven. Vandaag zijn wij 24 uur lang in de Minecraft-wereld. Zijn wij een... Je bent een noob. Je bent zelf een noob. Ik ben dan eerst begonnen en ik word gelijk al als een noob uitgemaakt. Het slaat er helemaal nergens op. Goed, laten we even een rondje lopen. Kijken wat er allemaal moet gebeuren. Ik heb gehoord dat er 8 verschillende levels zijn. We hebben level 1, de wheat farm. En dan kunnen we beginnen met allemaal wheat plaatsen. Dan hebben we hier level 2, een kippenfarm. Dan hebben we hier level 3, een carrot farm. Level 4 is de pig farm. Level 5 is een zalmenfarm. Level 6 is een kattenfarm. Een catfarm? Huh? Wacht. Moet ik serieus katten gaan farmen? Dat is zielig. Bamboe, level 7. En het laatste level is de panda farm. Oké, wat hebben we hier? Dit is de ruillocatie hier. Oh, op deze manier kunnen wij alles gaan unlocken en gaan uitvoeren wat we nodig hebben. Maar laten wij beginnen met level 1, de wheat farm. Laten we gewoon beginnen door eventjes zien. We hebben hier een starter hoe. We hebben hier wat furnaces. We hebben hier nog meer furnaces met kool erin. We hebben hier wheat seeds. Dat komt helemaal goed uit. We hebben bone meal. Dit hier kunnen we niet slopen, want er zitten barriers omheen. Oké, ik denk dat het dan tijd is om te gaan beginnen met mijn wheat farmpje. Laten we beginnen door gewoon even hier om dit waterdingetje heen even een 5x5 gat, vierkantje te maken. We gaan niet teleurstellen, jongens. Ik simuleer hier gewoon hoe het boerenleven in Minecraft is. En dat doe ik perfect. Dat doe ik perfect. Oké, volgens mij zou niks hiervan nu watertekort komen. Mouw, een stuk! Nee! Daar heb ik niet over nagedacht. Oké, laten we dan beginnen met gewoon planten. Ik ben ook benieuwd hoe snel dit allemaal gaat. Ik heb bone meal. Kijk, voor jullie kan ik gewoon lekker door de video knippen. Maar ik moet gewoon heel geduldig wachten op alles, jongens. Maar zo te zien gaat het wel snel. Zo te zien gaat het wel lekker snel. Laten we even kijken hoe wij aan een nieuwe hoe kunnen komen. Hier. Voor 10 wheat kunnen wij een stenen hoe regelen. Oké, laten we dat als eerste gaan doen. Want dan kunnen we even lekker snel doorgaan knallen. Hoor ik nou een varken? Hey. Jou moet ik slachten. Oh, dit gaat hartstikke pot voor 3 dubbeltjes snel. Hey, moet je zien. Boom. Hoppakee. Dat is de eerste. Die is klaar. Dan hebben we 1 wheat. Dan kunnen we die zaakjes hier plaatsen. Kijk hoe snel dit gaat, jongens. Ik ben een super farmer. Ik ben een super farmer. Kom maar. Nog één status omhoog. Volgens mij zijn deze klaar. Nee, hij was niet klaar. Ik ben te ongeduldig. Hij is veel geler dan dit. Dit is nog niet klaar. Luister naar jezelf. Dat is klaar. Hier, deze. Deze is klaar. Goed zo. Deze nu ook. Deze nu ook. En deze hier ook. Hoppakee. Hey, dat hebben we even netjes gedaan. Dan hebben wij 5 wheat. Dan kunnen we deze 5 wheat... 5 wheat... Ik had 10 nodig. Ongeduldig, Max. Ongeduldig. Is dit klaar? Oh, deze zijn klaar. Hey, joh. Nu ben ik misschien te geduldig. Zo, we hebben de 10. Laten we even een stenen hoe maken. Dan kunnen we onze hele farm hier vullen. Ruilen wij 10 wheat om voor onze stenen hoe. We gaan snel, jongens. We gaan sterk. We gaan heel sterk. Kijk, dan kunnen we dit kunnen we mooi helemaal... plat gooien. Gaan we netjes doorfarmen. Kijk, dit nou eventjes. Dit gaat toch snel. Wat was de vorige... Laten we vast even kijken wat we nu nodig hebben voor de volgende farm. Dan hebben wij een kippenfarm. Dus dan hebben we of eieren of een kippenspanegg nodig. Even kijken. Oh, voor 10 wheat kunnen wij al gaan beginnen met onze kippenspanner, jongens. Ja. In 20 hebben we in totaal nodig, want dan kunnen we ze natuurlijk laten breeden. En dan kunnen we hier de zaadjes van gebruiken, zodat wij onze kippetjes kunnen laten breeden. Dus laten we even 20... verschillende wheatstukjes regelen. En in de tussentijd onze farm snel laten doorstromen. Hij is al bijna helemaal vol. Letterlijk alleen dit hoekje hier nog volgens mij. Ja, we zitten helemaal vol. Ik heb nog 1 wheat nodig. Dan kunnen wij beginnen met onze kippetjes. Deze hier, jij bent opgeofferd bij deze. Dan gaan we gelijk onze 20 wheat gaan wij omruilen voor de kippetjes. Hier, kijk, dan doen we eerst die. Hoppakee, hebben we de 2. Heb ik gelijk seeds om ze ook nog eens te breeden. Dus dan springen we die hier overheen. Boom, boom. En dan hebben we hier zaadjes. Kunnen jullie gelijk even breeden. Boom, let's go. Jongens, ik ben benieuwd hoe snel deze opgroeit hier. Kijk, die farm, hoe snel dat gaat. Laten we intussen dat even doorvallen. Want ik weet zeker dat ik zo meteen nog meer wheat nodig heb. En we moeten meer zaadjes hebben om te kunnen breeden. Ik denk dat we namelijk kippenvlees of zo nodig gaan hebben. En daarvoor moeten er wel wat meer kippetjes zijn. Zodat we ze kunnen slachten, maar niet de kippenaantallen kwijtraken. Hey, dit gaat wel heel snel nu. Laten we even kijken wat we nodig hebben. We hebben hier nu een kippenfarm. Voor het volgende level hebben wij een carrot farm nodig. Dus laten we kijken wat we nodig hebben om carrots, worteltjes te regelen.
Dan hebben wij 1 cooked chicken nodig. Oké, dat moet goed komen. Oeh, en met 3 cooked chicken kunnen wij een iron hoe regelen. Dus ik denk dat ik dat ook wil gaan doen. Ben je al opgegroeid, baby kip? Nee, nog niet. Kunnen jullie inmiddels alweer een nieuw kind creëren? Een broertje? Nee, jullie kunnen nog geen broertje creëren voor hem. Maakt niet uit. We gaan tussentijd gaan we even doorfarmen. 46 wheat inmiddels. Jongens, is hij opgegroeid? Jullie kind, willen jullie weer... Waarom? Jullie zijn traag. Wat ik wel in de tussentijd kan doen, is even al mijn wheat uitgeven aan kool. Want ik heb al gezien dat we natuurlijk wel veel moeten gaan smelten. Want we moeten cooked chicken hebben. Het moet niet zomaar kip zijn. Het moet gekookte kip zijn. En ik zag later ook dat we cooked pork chop moeten hebben. Dat we varkentjes moeten gaan slachten. Dus we hebben in ieder geval vast genoeg kool. En aan andere dingen, ja, ik kan aan boommeel kan ik mijn wheat uitgeven. Maar zo te zien gaat het behoorlijk snel. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Trouwens... Ik kan er vast gewoon eentje afslachten, besef ik me nu. Dan laten we gewoon later het kind broeden met een van de ouders. Heel raar, ik weet het. Maar ja, het kan niet anders. Dat is boerenleven, denk ik. Dat is denk ik maar het boerenleven in Minecraft, jongens. Daar moeten we maar mee akkoord gaan. Ogen dicht doen, afslachten en doorgaan. Goed, jij bent de klos, jongen. Jij bent de klos. Hier komen. Hier komen. Je kan niet schuilen bij je... Oh, hij is al klaar. Het spijt me. Je moet nu vader of moederloos opgroeien. En het gaat nog veel erger worden. goed, laten we even kijken. Hier, raw chicken gaan wij omsmelten naar cooked chicken. Want daarvan kunnen wij maken 5 carrots. En dan kunnen we vast doorgaan met de carrot farm. Terwijl deze kip hier aan het opgroeien zijn. Waardoor we gewoon helemaal aan het multitasken zijn. Waarom zit hier cobblestone? Wat heb ik hier aan? Waarom zit hier cobblestone? Wat vreemd. Nou, we negeren het maar, het cobblestone. Misschien dan is het niet belangrijk. Goed, ben jij al omgesmolten? Jij bent al omgesmolten. Dan gaan we naar deze villager toe. Ik wil graag 5 carrots hebben, dankjewel. Dat betekent dat wij onze stenen hoe hier weer gaan gebruiken. Dat betekent dat we eerst even alle grassprietjes weg gaan halen. Eerst even het onkruid uit deze farm weg laten rotten. Gaan we het helemaal plat stampen. Ah, de cobblestone zit daar zodat het vierkant is. Zodat maar 1 waterplekje genoeg is. Het cobblestone kunnen we dan ook laten zitten. Dat hoeven wij niet weg te halen. Zo, dan beginnen wij met 1, 2, 3, 4... Oh, 5 blijkbaar al. Groei! Groei zo snel als je groeit. Trouwens, ik heb wheat om boommeal mee te kopen. Het gaat snel, jongens. Oh mijn god, kijk dit. Kijk dit. We gaan deze eerste helft helemaal farmen. Gewoon helemaal. Ik weet dat ik dan ook de dingen ertussen uithaal die nog niet klaar zijn. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt het wel gewoon sneller voor mij, dit proces. Oh, lekker, hé. Hey. Dit is eventjes top. En ik jou... Hier, neem een beetje zaad. Groei snel door. Oké, dan hebben wij behoorlijk wat wheat zo te zien. Heb ik hier, ik ga in deze kist gaan we even alle zaadjes doen, want daar hebben we voor nu niks aan. En de feathers heb ik denk ik ook niks aan. Nee, daar heb ik uiteindelijk helemaal niks aan. Oh, we kunnen ook gewoon een paar extra kippen kopen trouwens, besef ik me nu. Ik ben echt heel moeilijk aan het doen. En boommeel. We kopen ook boommeel. Dan gaan we ten eerste gaan wij het zaadjes hier weer uitpakken. Dan heb ik gewoon... Ik had die hele kip niet hoeven te slachten. Dat is echt heel zielig. Ah, uiteindelijk had het toch geslacht moeten worden. Hè, uiteindelijk had het toch gebeurd. Hier, kom maar jongens. Gaan we deze bende hier even boommeelen. Zo. Nieuwe carrots. Dan gaan we deze helemaal vol planten. Voordat we deze carrots uit gaan geven, wil ik eerst helemaal dit veldje hier vol hebben. Boom, 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 boom. Hoppakee. Gelukkig gaan carrots best wel snel. Dat is het voordeel eraan. Goed, dan hebben wij onze carrot farm. Die is druk bezig. Wat is het volgende level? Level 4 is een pig farm. Dus laten we even kijken wat we nodig hebben om varkentjes te creëren. Voor varkens hebben wij 10 carrots nodig. Oh, dat is prima te doen, jongens. 10 carrots hebben we zo geregeld. En een betere hoe, dat gaat helemaal niet nodig zijn. Ik zou niet weten waarom ik uiteindelijk een betere hoe nodig heb. Voor wat? We hebben een panda farm nog, een bamboe farm, een katten farm, een zalmen farm en een pig farm. Daar ga ik helemaal geen hoe meer voor nodig hebben. Worteltjes, zijn jullie klaar voor mij? Zijn jullie helemaal klaar om... Hoppakee, zo. Doen jullie goed, jongens. Doen jullie sterk. Gaan we deze farm hier weer eventjes legen. Kopen we daar weer heel wat boommeel van? Deze man is hier wel handig. Bob, ik vind jou handig. We hebben hier natuurlijk hebben we Jack. Jack hebben we uiteindelijk nodig om alles te regelen. Maar Bob kunnen we mooi gebruiken om gewoon het proces een beetje te versnellen. Al is het niet heel erg nodig, want die carrots hier, die worteltjes, die gaan snel, jongens. Die gaan maar toch een partijtje snel. Hier, we hebben er 23. Ik denk dat we nu bijna helemaal rond zijn. Nog niet helemaal, maar we komen wel in de buurt. Deze zijn ook alweer klaar. Kijk, en daar hebben we dus de boommeel voor. Dan kunnen we even mooi dit zo doen, zodat het wel waarschijnlijk helemaal klaar is. Bewaren we deze 9 hier? Ja, heel de farm is af, jongens. Dan keur ik hem goed. Dan kunnen we nu deze 20 carrots hier gebruiken om door te gaan naar... Een varkentjesfarm. De eerste 3 zijn gewoon helemaal klaar, hè. Die hebben we gewoon goed geklapt. Alsof het niks is. Hier, pig spawn egg. Hoppakee, we kopen er gewoon gelijk 2. Zo. Dan kunnen we ze breeden, want je hebt worteltjes nodig om de varkentjes te kunnen breeden. Wat we dan doen is 1, 2, hoppa, batsa. Dan gaan we gelijk even nog meer worteltjes regelen, zodat we nog meer spawn eggs kunnen krijgen. En zodat we nog meer varkens kunnen regelen.
gaan we het anders doen dan dat we met de kippen deden. Met de kippen hebben we het niet heel netjes gehandeld, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit. Hoort erbij. Risico van het vak. We hebben er weer 20. Dat betekent dat we weer 2 varkens kunnen laten spannen, volgens mij. Ja, dan kunnen we er weer 2 spannen. Dan heb ik ook wel weer 2 carrots nodig om ze te laten breeden. Zo, dat is ook helemaal prima. Hier komen jongens. Jullie krijgen familie erbij. Hey, hey, boom, bats. Goed, de volgende. Een zalmenfarm. Wat hebben wij nodig voor een zalmenfarm? Ik gok dat die 5 cooked porkchop was. Ja, 5 cooked porkchop kunnen we een zalm laten spannen. Oké, dat betekent dat we weer... Hoe zielig het ook is, het moet gewoon gebeuren. Laten we nog heel even wat extra carrots regelen. Ja, dit moet wel goed komen, jongens. Ik heb letterlijk zometeen een stack aan carrots. Je ziet hoe snel dat gaat met die worteltjes. Hier, nu hebben wij als goed iets meer dan een stack. Kopen we nog heel wat kippen of varkenspanners. Of spawn eggs eigenlijk. Oeh, het wordt donker, jongens. Oeh, nu gaat het spannend worden. Badabim, 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 badabam, badaboom, badabang. Even allemaal breeden met elkaar, gezellig. Zo, nog wat worteltjes erbij pakken, zodat we nog meer kunnen breeden. Hier komen jongens, hier komen. Gezellig met elkaar. Gezelligheid. Zo, en dan zou ik zeggen, laten we de volwassenen afslachten. Zo. Jij bent de eerste. Dat is de eerste. Dan hebben we... Oh, gelijk 3. Oh, misschien hoeven we er dus maar 2 te slachten. Dat zou echt gewoon beter zijn. Oh, mijn hoge stuk. Oké, 1. Dan moet er nog eentje. Jongen, ja, helaas, sorry. Had die ander maar meer vlees moeten geven. Hoppakee. Dan hebben wij 6... porkchop. Dan kunnen we dat allemaal omsmelten. Stoppen we deze gewoon even hierin. En die onderste 3 stoppen we hierin. Dan gaan we heel even mijn kippen uitbreiden. Want ik wil wel een beetje een goede farmer zijn natuurlijk. Ook voor de dieren die we al hebben, moeten we goed zorgen. Lekker jongens. Lekker bezig jongens. Hoppakee. We hebben een eitje. Kunnen we een nieuw kippetje uitkrijgen? Nope. Is mijn varkensvlees al helemaal klaar? Bijna. Het varkensvlees is bijna klaar. Let's go. Varkensvlees. Dan kunnen wij een zalm... Oh, ik heb meer nodig. Want we moeten het breeden natuurlijk. Oeh, er moet wel meer geslacht... Oeh, dat is bijna het verkeerde. Er moet wel meer geslacht worden, jongens. Hier, we gaan vast de eerste zalm gaan we spannen. Zo, dan hebben wij 1 zalm. Maar ja, we moeten zalm natuurlijk wel kunnen laten breeden met elkaar. Hoe breed je zalm met elkaar? Wow, dat weet ik niet eens. Volgens mij is dat... Oh, ik denk dat ik dat weet. Ik denk dat ik het weet hoe. Laten we eerst nog even wat varkens slachten. Sorry, jongens. Ik heb nog een keer 5 nodig. Dat is 2. En dat is precies 5. Jongens, ik heb er maar 2 over te slachten. Dat is beter. Laten wij dit allemaal eventjes omsmelten. En hoe breed je zalmen? Volgens mij met zeegras, lijkt mij. Kan ik dan gewoon boommielen daar onder water en dat dan slopen dat ik vervolgens dat gras krijg? Oh. Even kijken. Kan ik hier boommielen? Nee. Jawel, kijk dit. Dit hebben we nodig. Daar heb ik een schaar voor nodig, zou je zeggen. Kan ik een schaar regelen? Nee. Met een hoe misschien? Hoe werkt dat? How to breed salmon Minecraft. Ah, oké, je kan ze niet breeden. We hebben het even opgezocht op het internet. Dat betekent dat we gewoon telkens meer moeten spannen. Dus dat betekent dat er meer varkens geslacht moeten worden. Dus laten wij eerst even breeden hier. Althans, heel veel nieuwe spannen door al deze worteltjes hier te pakken. Helaas, varkens. Dit is de salmen schuld. Dit is niet mijn schuld. Als die salmen nou ook gewoon konden breeden, hoefden jullie niet meer geslacht te worden. Maar het is helaas niet anders. Het is helaas niet anders. Zo, de hele farm hier is gereset. We hebben echt heel veel worteltjes. Wat betekent heel veel verschillende varkentjes. Kunnen we misschien toch een betere hoek kopen? Nee, dat kunnen we niet. Hey, dan toch lekker niet, hè. Dan koop ik gewoon allemaal varkens. Oh, mijn god. Oh, mijn god. 21 varkens gaan we... 21 varkens! Dat gaat echt te veel worden. We moeten ze zeker ook bijna allemaal slachten. Hier komen, jongens. Spal maar lekker. Spal maar lekker. Maak een overpopulatie aan varkens hier. We maken het lekker gezellig hier. Wat een gezelligheid, hé, zo. Hoppakee. En nu slachten! Hey. Dat is de eerste. Het is heel moeilijk om er eentje te focussen tussen al deze andere varkens. Boom! Hoppakee, dat is de tweede. Dan gaan we jij aan de beurt. Jij keek een beetje gek naar me. Jij keek een beetje gek naar me. Dat is je eigen schuld. Dat is de derde. Laten we in ieder geval 10 varkensvlees regelen. 8. En dat is 11. Oeh, dat is perfect. Gaan we allemaal weer omsmelten. Oh, ik had nog een beetje. Oeh, ja, dat is... Oh, dat is een beetje zielig. Maar dat maakt niet uit. Komt-ie. Dan hebben wij de volgende zalmspan-egg. Plaatsen wij dan ook hier in het water. Ik ben trouwens best wel stom. Ik heb ook nog nooit in Minecraft een baby zalm gezien. Waarom dacht ik dat je die dingen kon breeden? Goed, wat hebben wij nodig voor onze kattenfarm? Oh, dat gaat wel heel sneu worden. Voor een kattenspan-egg hebben wij 5 cooked salmon nodig. Oké, 5. Oh, dat worden echt nog wel heel veel varkensslachten. Nou, laten we maar aan de slag gaan dan. Gaan we eventjes heel wat varkentjes slachten. Arme varkens, die worden echt heel, heel erg genaaid deze video. De kippen zijn er makkelijk vanaf gekomen vergeleken met de varkens. Oké, dit moet wel genoeg zijn. Laten we hopen dat de varkens nu met rust kunnen gelaten worden. Want dit begint wel heel erg sneu te worden. Zo kunnen wij nog 2 zalmenspan-eggs creëren hier.
Even kijken, dan hebben wij er... Waarom zit er... Ga weg, vleermuis. Dit is geen vleermuiskooi. Waarom zijn er zoveel vleermuizen? Oké, boom, boom. Dan gaan we die ook gelijk... Gaan we deze slachten. Jullie hebben lang genoeg kunnen leven. Laat, gun de anderen ook een kans. Oh, die salmon die vlucht ook niet. Oh, ze droppen er ook echt maar eentje per stuk natuurlijk. Oh, nee. Oh, jongens. Ik ga ze gewoon allemaal slachten. Sorry, jongens. Jullie leven was kort. Maar die zijn wel, worden wel nuttig gebruikt. Ik heb er 5 nodig voor 1 kattenspawn egg. 5. En hij is ook nog eens gekookt. En we hebben 10 strings nodig. Droppen katten strings? Oh, dan moet ik ze ook slachten. Nee, dan moeten we katten slachten. Ik zal zorgen dat jullie het niet kunnen zien, jongens. Ik zal mijn ogen dicht doen voor jullie. Niet voor de varkentjes. Varkentjes zijn weer aan de beurt. Zo zien jullie maar, jongens. Geniet van je jeugd. Want zodra je volwassen bent, gaat het leven een heel stuk naar beneden. En stopt het waarschijnlijk zelfs, want dan moet ik jullie slachten. Goed, 26 koe pork chop. En er zit nog meer in het systeem daar of in de furnaces. Dan kunnen wij 5 salmen. Oh, oké. Okay. We gaan wel de goede kant op. Misschien was dit de laatste keer dat ik varkens moest slachten. 1, 2, 3, 4, 5. En gelijk sterven, jongens. Hey, boommeel. Goed. Oeh, net op tijd. We hebben nu 9 zalm. Nog eentje en dan kunnen we gelijk 2 katten krijgen. En die kunnen we wel weer breeden. Met zalm, natuurlijk. Met rauwe zalm. Dus laten we deze 2 hier nog eventjes... Nou, trouwens heb ik er 3 nodig. Want dan heb ik er 10 om 2 katten te spannen. En dan heb ik er 2 om te kunnen breeden. Let's go. Let's go! 12 zalmpies. 2 gaan we bewaren hier. En deze 10 die moeten wij omsmelten tot gekookte zalm. Dus 5 hierin en dan 5 onderop. Kan ik even wat nieuwe kool erbij krijgen? Kool kost wheat. Oké, laten we nog heel even mijn wheat farm hier dan goed benutten. Die is helemaal vol. Helemaal gevuld hier. Jongens, weten jullie nog dat ik vroeger begon met deze wheat farm? Dat we nog niks hadden. Kijk ons nu. Ons imperium aan de farmwereld hier. Vroeger hadden we nog niks. Nu zijn we de sterkste. Zo, dat is even heel wat wheat. Dat kunnen wij dan omtoveren tot allemaal kool. Want dat wilden we heel graag. Kunnen we zo dit even hierin doen. Want dan weten we zeker dat we genoeg kool voor de rest van de video hebben. Dan kunnen we met deze 10 cooked salmon... kunnen wij gewoon 2 katten spannen. Dat is 1. En dat is 2. Het enige wat we hoeven te doen is deze even breeden met... Hallo? Moet ik ze eerst temmen om ze te kunnen breeden? Gadverdamme. Nee, maar dan moet ik ze ook temmen. Nee, dit gaat heel duister worden zometeen. Omdat menig mens een kattenvriend is en omdat menig mens van katten houdt in het echte leven, zal ik dit segment van de video overslaan, eruit knippen en we zien jullie wel terug als we genoeg strings hebben. A few moments later. Goed jongens, ik wil het niet over hebben wat ik allemaal heb moeten doen. We hebben in ieder geval heel wat kittens achter me aanlopen hier. Er zitten heel wat katten, vissen, varkens zijn weer gegroeid. Kip heb ik eigenlijk uiteindelijk niks meer mee hoeven doen. Carrots zijn een paar keer heen en weer gegaan. Sorry jongens voor wat jullie allemaal hebben net moeten zien. Maar we hebben 10 strings. Het was echt niet leuk. Ik weet dat het wel een spelletje is. Maar ik vond het gewoon echt niet leuk om te doen. Goed, we kunnen nu met deze 10 strings hier... kunnen wij even kijken, kunnen wij 5 bamboe creëren. Jongens, ga nou even zitten. Kan ik jullie... Oh, ik kan jullie laten zitten. Gaan jullie maar hier zitten met z'n allen. Jullie zijn te jong. Jullie herinneren jullie zometeen toch niet meer wat er allemaal gebeurd is. Laten wij even kijken. Dit is bamboe farm. Ja, dit is de bamboe farm. Level 7 bamboe farm. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo? Hebben jullie zin om te groeien, jongens? Kijk dit nou even. Kijk dit nou even. Hoe snel dit gaat. Oké, nou prima. Ik denk dat we heel snel bij die laatste farm komen, jongens, op deze manier. Zo, 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel bamboe hebben wij nodig? Laten we even kijken. We komen zo terug, zal het vast allemaal wel snel gegroeid zijn. Hoeveel bamboe hebben wij nodig? We hebben 10 bamboe nodig voor een panda spawnhek. En dat is letterlijk onze laatste. En mijn doel is om 2 panda's te hebben en om die te laten breeden. Dan hebben we overal dieren in zitten. Dan hebben we de hele... Bende hebben we compleet. Spijt mijn katten nog steeds. Het spijt me nog steeds. Nou, de bamboe kunnen we hakken. Er is in ieder geval genoeg bamboe voor me. Jullie zien hoe snel het gaat, die bamboe. Het is belachelijk. Eigenlijk moet die wel helemaal vol zitten. Ja, hij moet wel helemaal vol zitten, jongens. Ik vind dat dat wel een verplichting is. Dan kunnen we pas de bamboe farm goed. We moeten pas doorgaan naar de volgende farm als deze farm wel helemaal goed is. Ik kan niet met een vredig hart kan ik doorgaan. Ik kan sowieso niet met een vredig hart doorgaan naar net. Maar in ieder geval, dan kunnen we soort van beter doorgaan. Die bamboe gaat toch zo snel, dus het maakt echt geen reet uit. Hier, we hebben genoeg. Hoppakee, laten we hier weggaan, jongens. De bamboe farm die is helemaal klaar. Dan gaan wij hier kopen... 2 spawn eggs. Dan hebben we nog 4 bamboe over. Dan gaan we hierheen. Doen we hoppakee. Doen we hoppakee. Geef ik die aan jou. Geef ik die aan jou. Geef jullie elkaar een kusje. En dan creëren jullie met z'n tweeën een babypanda. Hier, neem bamboe, jongens. Hier. Neem bamboe. Pak het.
Geniet ervan. Geniet ervan. Neem lekker een hapje van de bamboe. Goed zo, jongen. Jongens, dames, heren, appels en peren. Wij hebben, daar komt ie. Even een controle. Een complete wheat farm. Helemaal vol. We hebben hier meer dan genoeg kippen. Dus die is ook helemaal goed. We hebben een complete carrot farm. Helemaal top. De pig farm is uiteindelijk lekker groot nog uitgebreid. We hebben hier, als het goed is, heb ik wat zampjes overgehouden. Ja, kijk, we hebben 3 zampjes hebben overgehouden. Zodat de zalmfarm ook goedgekeurd is. Uiteindelijk hebben we heel wat katten hebben kunnen regelen. En hebben we niks meegenomen. We hebben ze alleen maar heel lief geaaid. Dan hebben we hier echt een mega bamboe farm. Die is echt heel snel gaan groeien. En dan hebben we hier uiteindelijk bij het laatste level 1, 2, 3 panda's. En nog wat schattige kleine kittens hier op de grond. Dames en heren, jongens en meisjes, ik keur dit helemaal goed. En als jij dit nou ook hebt goedgekeurd en als je al op dat duimpje omhoog hebt geklikt, kijk dan zeker ook even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Zeker een aanrader. Klik erop, kijk ernaar, geniet ervan. En dan nu spreek je later. Glaasje maar.